Hoi, welkom bij de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 6, reacties. Het is paragraaf 5, evenwichtsvoorwaarden. Voor de evenwichtsvoorwaarden geldt dat als bij een willekeurige reactie, ik heb hier bijvoorbeeld de reactie van chloor met fosfor en ik krijg fosforpentachloride, als de reactie niet volledig verloopt, dat ik alle drie de stoffen overhoud. Dus na de reactie, in evenwicht, heb ik zowel chloor als fosfor, als het fosforpentachloride aanwezig. Ik kan uit gaan rekenen, en dit is een rekenparagraaf, hoeveel van iedere stof dan aanwezig is. Dat gaan we vandaag ook doen. Let op, vooraf wil ik even zeggen dat als ik deze reactie opschrijf, ik hier de molverhouding 5 CO2, 2 fosfor en 2 PCl5 heb. Dit kun je al, heb je in leerjaar 3 al geleerd. Reactievergelijking kloppend maken. Maar dit zegt dus helemaal niets over de hoeveelheden stof die aanwezig zijn. Dat bepaalt het evenwicht. En dat bepaalt, wordt ook bepaald door de hoeveelheid stof die je toe gaat voegen. Als ik bijvoorbeeld 1 mol chloor en 1 mol fosfor bij elkaar gooi, dan kan dit wel de reactieverhouding zijn. Maar ik heb 1 mol chloor en 1 mol fosfor. Dat moet je weten om naar het volgende schema te gaan kijken. Het volgende schema is een zogenaamd BOE-schema. Werkt lekker makkelijk te onthouden. En BOE staat voor begin, omzetting en eind. De volgende pagina zie je er eentje. Deze lijkt heel complex, maar we gaan er eens rustig doorheen kijken. Hier zie je nog een keer het BOE-schema. Begin, omzetting en eind. En dit schema maak je onder een kloppende reactievergelijking. Ik heb hier de kloppende reactievergelijking van stikstof met waterstof, wat ammoniak geeft. We hebben deze reactie al vaker gezet. En ik ga hem uitleggen aan de hand van voorbeeld 4, een willekeurige opgave. Daar staat dat in een vat van 10 liter 2 mol stikstof en 4 mol waterstof met elkaar gemengd worden. Niet de reactie, nogmaals, molverhouding, maar willekeurig 2 mol stikstof met 4 mol waterstof. Na enige tijd is 1 mol ammoniak gevormd. Bereken de concentraties van alle stoffen op dat moment. Nou, de opdracht is duidelijk, we moeten de concentraties van alle stoffen op het einde, dus eind, van de reactie gaan uitrekenen. En let vast op, er staat concentraties, dus niet hoeveelheid mol, maar de concentratie dus in mol per liter. We starten met het opstellen van het BOE-schema. De kloppende reactievergelijking staat hierboven en daaronder zet ik begin, omzetting, eind. Stap 1. Stap 2, ik ga de bekende hoeveelheden invullen. Ik heb uit de opgave, lees ik, dat ik start met 2 mol stikstof, ik zet hier 2 neer, 4 mol waterstof en in den beginnen heb ik nog geen ammoniak. Wat ik ook kan invullen is dat ik op het eind 1 mol ammoniak gevormd krijg. Dus dit haal ik uit de opgave. Het volgende stapje is dat ik bij de omzetting ga invullen in x'en wat er gaat reageren. En wat bedoel ik daarmee? Je ziet ze hier komen. Ik start met ammoniak. Daarvan krijg ik een mol, dus dat neemt toe, die hoeveelheid. Ik heb een plusje. Maar er staat een 2 in de reactievergelijking. Dus ik stel dat er dan 2x bij komt. Dan kan ik dat makkelijk opschrijven, omdat er dan hier 1x verdwijnt. Dus per verdwenen mol stikstof, zie je hier, ontstaat er 2 mol ammoniak. En dat kan ik opschrijven door deze 2 hier neer te zetten. Dus ik krijg 2x, ik weet x nog niet, 2x ammoniak en er verdwijnt 1x stikstof. Ook verdwijnt er maar liefst 3x aan waterstof. Dus tijdens de omzetting verdwijnt er een bepaalde hoeveelheid stikstof. 3 keer zoveel waterstof verdwijnt er en er ontstaat 2x ammoniak. Dat is deze stap. Vul de omzetting in met x. Nu kan ik die x berekenen. Stap 4. Hoe kan ik die berekenen? Ik had geen ammoniak. Ik eindig met 1 mol ammoniak. En dat is 2 keer de x. En dan weet ik dus dat die x gelijk is aan een halve mol. Want 2 keer een half is 1.
Als ik weet dat de x een half is, kan ik weer verder met het volgende stapje. Bereken met de x de eindhoeveelheden in mol, of millimol uiteraard. Hier namelijk verdwijnt 3x, en als ik weet dat die x een half is, verdwijnt er dus 3 keer een half is anderhalve mol stof. 4 min anderhalf, hier staat die. Ik eindig dus met 2,5 mol waterstof. Hier geldt het volgende. Ik heb 2 mol stikstof. Er verdwijnt x, dat is een half. Dus er verdwijnt een halve mol. Ik hou anderhalve mol stikstof over. Eén laatste stapje heb ik nu ook uitgerekend. Ik eindig met anderhalve mol stikstof, 2,5 mol waterstof en dus 1 mol ammoniak. Omdat ze niet vragen om de hoeveelheden stof, maar de concentratie, kun je dit schema niet alleen een boekschema noemen, maar ook een boekschema. En de C staat dan voor concentratie. In de opgave staat dat dit in 10 liter aanwezig is. En de concentratie is de hoeveelheid mol per liter. Dus ik moet deze getallen nog delen door 10. Ik had namelijk 10 liter. En als ik dat doe, krijg ik dus 1,5 gedeeld door 10 is 0,15 molair, oftewel mol per liter. Hier krijg ik voor waterstof 2,5 gedeeld door 10 is 0,25 molair. En de concentratie ammoniak die ontstaat is op deze manier 0,1 molair. Met dit boekschema kun je deze concentraties netjes uitrekenen. Het volgende wat we kunnen, of wat we gaan doen, is kijken naar de concentratiebreuk. Hier heb ik het boekschema van de vorige dia nog in zicht. En de concentratiebreuk, dat is het getal, hier staat hij, van de producten vermenigvuldigd met elkaar, gedeeld door de uitgangsstoffen vermenigvuldigd met elkaar. Dus hier heb ik in het product ammoniak, NH3, maar daar zijn er eigenlijk twee van gevormd. Dus dat is ammoniak keer ammoniak, is dus niet 2 ammoniak, maar is ammoniak in het kwadraat. Ammoniak keer ammoniak, want hij zou hier twee keer staan. Vandaar dat dit tweetje er niet voor staat, maar als kwadraat opgeschreven wordt. Ammoniak in het kwadraat, en dat deel ik door de uitgangsstoffen. Dan staat stikstof, en daar staat dus 3 keer de waterstof. Dus waterstof, dus waterstof, plus waterstof. En als ik daar keer van maak, waterstof, keer waterstof, keer waterstof, is het waterstof tot de derde. Dus ook hier komt het dertje, het drietje als quotient omhoog te staan tot de macht 3. Dit noemen wij de concentratiebreuk en die kun je voor iedere gewenste concentratie uitrekenen. Als de reactie in evenwicht is, dus na afloop van de reactie en de concentraties veranderen niet meer, dan noemen wij deze concentratiebreuk in dat geval de evenwichtsconstante. Hier staat dan ook, bij evenwicht noemen we de concentratiebreuk de evenwichtsconstante. Nou, het woordje constante zegt genoeg, die is dus altijd hetzelfde. En altijd, dan bedoelen we bij dezelfde temperatuur en druk. Nou, omdat dit een constante is, kun je die natuurlijk vastleggen in BINAS. En deze staan in BINAS tabel 51. Als je ze daar opzoekt, dan zie je voor verschillende reacties de evenwichtsconstante. Nogmaals, wat inhoudt dat bij een bepaalde temperatuur en druk het evenwicht altijd zo ingesteld wordt dat de evenwichtsconstante bereikt wordt. En die is dus weer producten keer elkaar gedeeld door de uitgangsstoffen keer elkaar. Klein voorbeeldje. Als de constante op te zoeken is en een van de reactanten bekend, dan krijg ik een wiskundige formule. En als ik dan eindig met 1 onbekende, zou ik die moeten kunnen uitrekenen. Ik wil nog even toelichten dat hier waterstof, jood en HI, het joodzuur, alle drie gasvormig aanwezig zijn. En dat is nodig voor de evenwichtsconstante, want dat hadden we al een keertje gezien. Alleen gassen en oplossingen komen in de evenwichtsconstante. Vaste stoffen komen er niet in voor. H2 gas, I2 gas en 2 HI gas.
Ik zoek op in Binance en ik zie dat de K, dus de evenwichtsconstante, 8,7 x 10 tot de 2 is. Oftewel 870. Als ik nu stel dat ik in evenwicht 2 mol per liter HI gevormd krijg, dan zou je moeten kunnen uitrekenen, dat gaan we nu samen doen, hoeveel waterstof en jodium, hoeveel jood, ik dan aanwezig heb bij dat evenwicht. En dan zet ik er wel bij, ga ervan uit dat deze hoeveelheden gelijk zijn. Er is geen overmaat van één van beide. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik heb hier de evenwichtsconstante. Die schrijf ik op en ik vul in de 2 voor HI. Want ik weet uit de opgave, bij evenwicht is er 2 mol HI. Wat er dan komt te staan, is dat die 2 kwadraat, want er worden er 2 gevormd, dus het is 2 keer deze, 2 kwadraat gedeeld door de waterstofconcentratie en de joodconcentratie. En dat is 8,7 x 10 tot de 2e. Dan weet ik ook dat 2 kwadraat gedeeld door 8,7 x 10 tot de 2e gelijk is aan deze 2. Wiskundig, 6 gedeeld door 2 is 3, dus 6 gedeeld door 3 is deze 2. H2 keer I2 is 4 gedeeld door 870, is 4,6 x 10 tot de min derde. Omdat gesteld werd dat H2 gelijk is aan I2, H2 is I2, kan ik de wortel nemen van dit getal. Want hier staat eigenlijk, zeg maar, H2 kwadraat, als I2 gelijk is aan H2. En om dan achter H2 te komen, H2 kwadraat, moet ik de wortel nemen. De wortel van 4,6 x 10 min 3 is gelijk aan 0,068. Hier staat 10 min 4, maar dat moet zijn 10 min 3. 0,068 mol per liter. Dus in evenwicht heb ik 2 mol per liter HI en zijn de H2 en I2 concentratie 0,068 mol per liter. Wat ik altijd even doe is logisch nadenken. Klopt dit? Nou, in evenwicht heb ik een getal veel groter dan 1. Dus de HI is veel groter dan de H2 en de I2. Want dat maakt dat dit een groot getal wordt. Als HI gelijk is aan 2, moeten H2 en I2 dus vele malen kleiner zijn. En ik kom uit op 0,068. Inderdaad, dat is vele malen kleiner. Dit zou het goede antwoord kunnen zijn. En dat is het ook. We gaan eens even kijken naar een voorbeeldopgave 32. In een reactor van 100 liter, hebben we daar ook nodig, op een bepaalde temperatuur 30 mol fosfortrichloride en 50 mol chlorgas gebracht. Er wordt hierbij fosforpentachloride gevormd, dus het PCl5. Na instelling van het evenwicht blijkt 20% van het chlorgas te zijn omgezet. Bereken de concentratie van alle stoffen bij evenwicht. Ik heb hier mijn boeschema. Hier kan ik de reactie invullen. En het fijne is dat deze, hier staat niks, zijn dus allemaal eentjes, al kloppend is. PCl3 met CL2 geeft PCl5. Wat weet ik? Was de volgende stap. Ik weet dat ik 30 mol PCl3 heb, staat hier. 50 mol chloor, staat hier. En bij de start nog geen PCl5. Vervolgens weet ik dat 20% van het chloorgas is omgezet. Dus chloor van 50, 20% daarvan, dus 10, gaat naar 40. Ja, dus 10 mol is verdwenen. Dit is een hoeveelheid x. En omdat er een eentje staat, is het gewoon x. Nou, hier staat dat eentje, dus er ontstaat ook x. Als hier 10 mol verdwijnt, moet er hier 10 bij komen. Dus die x is 10. Dus hier ontstaat 10 mol, hier verdwijnt 10 mol en hier verdwijnt ook 10 mol. Dus 20 mol PCl3 eindig ik, 40 mol chloor en ik krijg 10 mol PCl5. Ze vragen echter om de concentraties, niet de hoeveelheden. En omdat dit plaatsvindt in een reactor van 100 liter, dien ik alle drie de getallen te delen door 100 en kom ik uit op concentraties van 0,2 molair, 0,4 molair en 0,1 molair. Het antwoord op vraag A. De volgende vraag B is te berekenen de waarde van de evenwichtsconstante bij deze temperatuur.
Nou, we hebben hier een evenwicht. En de evenwichtsconstante wordt gegeven door de producten PCl5 te delen door de uitgangsstoffen PCl3 keer Cl2. Deel ik de concentraties uiteraard, deel ik 0,1 door 0,2 keer 0,4, kom ik uit op een evenwichtsconstante van 1,25. En dat is rond de 1. Dat betekent dat bij evenwicht er ongeveer de PCl5, PCl3, Cl2 een beetje gelijke waardes moeten zijn. Ruwweg. Dan opgave C. Op een bepaald moment wordt uit de reactor een monster genomen. En de concentratie die ze dan vinden voor PCl5 is 0,04. Heeft het evenwicht zich al ingesteld? Nou, die vraag kun je makkelijk beantwoorden. Want het evenwicht zou zich instellen als de PCl5 0,1 is. Hij is nu nog maar 0,04. Is dus te laag. Dus ik heb nog geen evenwicht. Het was voorbeeld opgave 32. Dan tenslotte kijken we nog eventjes als laatste naar het verschuiven van een evenwicht. Ik heb hier een hele algemene reactie opgeschreven. Reactie A plus B geeft C plus D. En er komt warmte vrij bij deze reactie. De hoeveelheden stoichiometrisch, oftewel bij een reactievergelijking kloppend maken, is de M keer de stof A. En N keer stof B geeft Q keer stof C en R keer stof D. Heel abstract. Voor de evenwichtsconstante komt er dan dit te staan. Dus producten, CKD, tot de macht Q en R, die staan ervoor, gedeeld door A en B tot de macht M en N. Wat gebeurt er nu als ik het evenwicht wil of kan verschuiven? Nou, als eerste, stel ik haal stof B weg. Als ik stof B weghaal, oftewel het onttrekken van een stof, dan betekent dat eigenlijk dat deze dus weggaat. En dit getal groter wordt. Want als dit getal kleiner wordt, hier onder de streep, wordt het totale getal groter. Maar het is een evenwicht, dus zal het getal boven de streep kleiner moeten worden. C en D. Nou, hoe kan C en D kleiner worden? Doordat het evenwicht naar links gaat. Als het evenwicht naar links gaat, wordt B weer groter en C en D kleiner en krijg ik opnieuw het evenwicht. Dus het onttrekken van een stof betekent dat het evenwicht gaat richting de stof die onttrokken wordt. Het evenwicht gaat de kant op van de onttrokken stof, dus in dit geval naar links. Andersom natuurlijk precies het tegenovergestelde. Stel ik voeg stof A toe, dan krijg ik meer A, en het evenwicht zal dus naar rechts toe gaan om dit evenwicht, die K, weer te herstellen. Dus het toevoegen van een stof zorgt ervoor dat het evenwicht de andere kant op gaat. Dat is 2. Dan als laatste, hoe gaat het met warmte? Nou, warmte moet je zien als stof. Dat is het natuurlijk niet, maar om het te begrijpen is dat het makkelijkste. Hier heb ik warmte en dat betekent dus, als ik de reactie warmer uitvoer, dan gaat het evenwicht naar de endotherme kant, dus die kant. Er komt extra warmte bij en om het evenwicht te herstellen, zou het reactie die kant op moeten gaan, de endotherme kant. Want dan komt er eigenlijk dus minder warmte vrij. Dan gaat hij dus naar hier. Dus als ik deze reactie, als ik meer warmte toevoeg, gaat de reactie naar links. Warmte zien als stof, de reactie warmer uitvoeren. Dus dan is ik warmer uitvoeren, het tegengestelde effect, want dat zag ik hier ook, vindt dan plaats en is de endotherme kant. De reactie gaat naar links. Hopelijk. Dit was de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. Hopelijk is het jullie een beetje duidelijker geworden. Veel succes!